De 21-jarige Menno wil lichttechnicus worden. Maar een goede stageplek vinden in coronatijd bleek lastig. Door goed gebruik te maken van zijn netwerk wist hij alsnog een mooie plek te vinden bij een audiovisueel bedrijf in Overvecht. Een stage is natuurlijk het grootste deel van je studie, dus haal je stage niet, haal je je diploma niet. Dus dat heeft mij wel eigenlijk gemotiveerd om te zeggen van ik wil nu een stage hebben. De cultuursector is een van de hardst getroffen branches door de coronacrisis. Op het Creative College in Utrecht waren ze even bang dat dat grote gevolgen zou hebben voor de stageplekken van hun studenten. In eerste instantie heb je toch een beetje schrik dat je denkt van kunnen al onze studenten wel op stage? En als je nu ziet hoeveel studenten inmiddels op stage zijn, ziet dat er gewoon goed uit en komen de bedrijven zelf ook met diverse aanvragen. Gelukkig voor Menno, want hij werkt liever hier met zijn handen dan dat hij thuis online les krijgt. Voordat de livestream begint checken we altijd de lampen en het geluid. En om te zeker weten dat de tafel weet welk lamp hij moet hebben, checken we ook nog het adres. Over 2,5 jaar is hij klaar met zijn studie. Hij hoopt dat er dan weer genoeg werk is. Ik ben er niet zo echt bang voor dat ik zonder werk kom te zitten. Want of ik ga oud-stagebedrijven aankloppen of ik ga gewoon freelancen.